wereld. Het is vandaag de volgende dag. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een jurkje aan. En deze bikini is zo mooi van kleur. En we gaan nu zwemmen, want ik ga morgen naar Casablanca. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dus het is de laatste dag dat we gaan zwemmen. Dus ik plak deze vlog een beetje aan de andere vlogs. Want heel veel denderings heb ik niet gedaan de afgelopen dagen. En dan zie ik jullie zo. Diek en ik zitten nu bij, als het scherp wil, zitten we nu bij Cappuccino. We gaan hier ontbijten en dan gaan we denk ik zo weer zwemmen bij Movepik eigenlijk. En dan in de avond zullen we uit eten gaan vanavond. Gewoon echt gewoon lekker uit eten. En vanavond gaan we uit eten. Het is super warm. Ik denk ook echt dat het super warm wordt. Het is ons heet. Net als mijn hoofd, nee. Maar het is echt heel warm. En we gaan lekker honden zo. We hebben 2 crepes met Nutella besteld. En een bordje watermeloen. En 2 sapjes citroen. 2 citroensapjes. Maar die zijn echt lekker. Althans, gisteren vond ik ze echt lekker. Ja, maar wel heel zuur. Maar ik hou van zuur. Hebben jullie dat ook? Als je zeg maar iets zuurs eet, dat je dan dat je wangen ook zo zuurig worden? Of ben ik. Heb je dat ook? Als je denkt aan zure matjes, dat je dan denkt: oh, heb je dat nou? Ik ken dat ook. Wij gaan een crepe met Nutella eten en een bordje watermeloen delen. En deze sap is zo verschrikkelijk zuur. Barcelona speelt hier in Marokko tegen Sevilla en daardoor is Movepik dicht. Dus wij zitten nu bij een zwembad, mensen, waar je u tegen zegt. Wij zitten bij La Rousseau en ik weet echt niet waar ik in beland ben. Maar wij gaan nog pakken. We hebben een half uurtje in het water gezeten. We gaan nu even opdrogen en dan gaan we denk ik gelijk weg. Mijn bikini is van Naked Wardrobe en ik moet zeggen dat ik dit jaar echt hele fijne bikinis heb. Dus al mijn bikinis zijn echt op van Asos. Naked Wardrobe was hele fijne voor mij. En Eddie Sisters was hele fijne bikinis voor mij. Wij hebben net even gezond. We zijn klaar, opgedroogd. En we gaan nu even bij Nejma of zo gaan we eten. Want die had gehoord dat het vlees daar heel lekker is. En heel mals. Dus daar gaan we nu eten. En vandaag spelen Barcelona tegen Sevilla hier in Marokko. Vandaar dat Movepik ook dicht is. En wij dachten misschien is het wel heel leuk als we naar die wedstrijd gaan. Ja. Dus misschien gaan we even kijken of we daar naartoe gaan. Gaan we even kaartjes halen. Wij zijn nu bij Nejma en we gaan lekkers met vleesbiesjes en pinpin eten. Dika en ik hebben ons ontkleed en kijk eens welke prachtige dame mij Joy. Wij gaan nu wat eten, maar Gigi was er al eens echt aan het eten. Ja, ik heb al gegeten. Ze legt dat ook zo heel netjes uit. Maar zij was dus een paar dagen in Ibiza en toen heeft ze ons verlaten. Ja, Ibiza is de best. Zeker. I wanna go. Ik ga weer aan de crepe met Nutella. Ik heb zoveel crepe Nutella gegeten deze zomervakantie. Maar ik eet in Nederland bijna geen pannenkoeken. En ik wacht nog even op mijn watermeloen en die krijgt haar panini niet. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is vandaag maandag. Ik heb even geen dagen. Ik heb geen besef van dagen meer. Ik zit bij Sky 17 en ik ga nu met Dika ontbijten. En ik heb echt ontzettend zin in een ei en weer een crepe Nutella. Ik heb dit keer een crepe Nutella met banaan genomen en ik heb 2 eitjes genomen. Ik ben nu bij de marge en ik heb zo zin om hier naar binnen te gaan. Ik moet namelijk een nieuwe koffer halen. Yay! Ik heb me inmiddels omgekleed. Ik heb een jurkje aan van de Zara, mijn stoptas en mijn haar met snippertjes. Ik ben inmiddels onderweg naar Casablanca. Want ik ga de laatste dagen met mijn oma chillen. Althans, zij is nu geklikken, dus ik ben eerst de eerste dag alleen. Maar een vriendin van mij is daar ook en mijn neefjes zijn daar ook, dus dat is gezellig. En dan ga ik met mijn oma terugvliegen, dus dan blijft zij een paar maanden bij ons in Nederland. Ik ben nu bij de Burger King, want dat is hier bij een tankstation. En ik ga een long chicken eten. Maar dat kan ik in Nederland allemaal niet eten. Ik heb een long chicken gehaald met kaas. En ik heb echt jaren geen vlees gegeten bij de Burger King. Weer heel nieuwsgierig hiernaar. Ik ben aangekomen in Casablanca. Ik ben bij mijn oma thuis even mijn spullen af gaan zetten. En mijn nicht was er. En nu ben ik samen met mijn nicht. En nu gaan we samen een hapje eten. Ik heb me even opgekleed. En wij gaan nu bij La Scala wat eten. Waar ik vorig jaar met Justra en haar zusje wat heb gegeten. Kom je?
gaan nu zwemmen bij Flamingo Beach Club. Alleen ze zijn heel kassa aan het verbouwen. Dus het ziet er allemaal niet zo heel mooi uit. Ik ben net klaar met zwemmen bij Flamingo. Ik ben heel snel naar huis gegaan en heb ik me even omgekleed. Ik zit nu bij Skybar en wij gaan nu even een hapje eten. Als het goed is komt zij zo, mijn neefje aan. En dan haalt hij ons op. En dan gaan we weer naar Benosse. Dus ik denk dat dat een beetje te plat is. Yeah. Ik wil nu dansen, dansen, dansen tot de zon opkomt. Ik wil je billen zien. Dan neem mijn shirtje met je boy, ik wil nu likken zien. Kan met je handen op de avond met wat dingen zien. Zo, wind up your body en laat wat dingen zien. Ik ben weer bij mijn oma thuis. Mijn beste maatje is er ook. Die ga ik jullie nu even laten zien. Hier is die mensen, Manny. Without his dog dit keer. Yalla. Dit is mijn laatste avond ook tegen Casablanca. En ik ga morgen met mijn oma terugvliegen. Wat inhoudt dat zij een heel jaar met ons blijft waarschijnlijk. Althans, ze heeft een visum gekregen voor een jaar. En dan mag ze naar binnen en naar buiten gaan wanneer ze zelf wilt. Althans, 3 maanden wel, 3 maanden niet of zo. Zoiets. Zet dat bij mij, mij. Je hebt een normale camera. Je bent een sjeslix. Oké dan. Ik heb een oom. Hij is helemaal in paniek dat ik hem ga filmen. Maar ik kan echt heel chill. Nou, laat dit slemma. Maar ik kan echt heel chill. Hij is zo grappig. Hij is wijd, zeg maar. Zien jullie dat? Jalla. Slemma! Hij is zo grappig. Dat is mijn moeder. Mijn moeder is de jongste. En dan heb je deze ook. Hij is zo grappig. Ik heb hier in deze wijk. Dit is Banossé. Dit is de Ballenjeu. Naam! Hij gaat misschien op hem komen. Jalla, beslemme, ammo. Bye bye. Beslemme. Dit is zeg maar een soort van de Ballenjeu van Casablanca. Dit is echt letterlijk de ghetto. En ik heb hier 2 jaar heb ik hier gewoond. En hij dan met die ghetto. Ja. In ieder geval, om het verhaal even af te maken. Ik zit weer met Manny in de auto. In dezelfde auto die vorig jaar zeg maar... ging stoppen elke keer en waar ik zo een slappe lach om had gekregen. Hoe is dat? En hij swore, hij zweerde zeg maar om nooit deze auto in te stappen. Wat doet hij nu? Precies deze auto in te stappen om met mij voor het laatst naar McDonald's te gaan. Gelukkig is er een McDonald's bij mijn oma in de buurt. En wij gaan nu voor de allerlaatste keer McDonald's eten. Ik heb hier zo'n zin in. Ik ga echt alles bestellen wat ik wil eten. Met en ik heb het besteld. Hij is nu op date aan het wachten terwijl ik een plekje heb gereserveerd. Ik moet echt zeggen dat deze vakantie voor mij me best wel goed heeft gedaan ofzo. Ik weet niet wat het precies is, maar ik heb me echt doen nadenken over bepaalde zaken in zeg maar, het leven. En het is echt heel goed voor mij geweest. Ik weet zeg maar ook meer wat ik wil ofzo. En ik ga best wel gemotiveerd terug naar Nederland. Dat is echt heel gek. Maar vakantie in de zomervakantie is altijd echt, ja, ik ben op vakantie geweest. En vakantie door het jaar, door het jaar heen is meer van, oh, ik ben weg geweest ofzo. Dat is heel gek. Maar ja, ik ben een blije kip. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben echt een blije kip. Wij gaan nu eten en dan ga ik eten meenemen voor mijn oma en zo. En dan ga ik lekker slapen, denk ik. Morgen gaan we ontbijten en dan vliegen we terug naar Nederland. En dan blijft ze lekker een paar maanden met ons. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En ik moet echt heel veel doen als ik terug ben in Nederland. Superveel. Ik ben echt de girl van chicken nuggets en cheeseburgers. Dus we hebben echt letterlijk alleen maar chicken nuggets. Chicken nuggets. Ik kijk veel naar Jersey Shore. We hebben alleen maar McNuggets gehaald en cheeseburgers. En we zitten al best wel vol, dus dit nemen we mee naar huis. En het is nu voor mijn oma aan het bestellen. I cannot deal with my life guys at this moment. Ik heb de vlog gisteren helemaal niet afgesloten. Ik plak vandaag eraan vast. Horen jullie deze chaos hierachter? Oké, mijn oma en ik moeten om 2 uur moeten wij vliegen. Dus over exact 4 uurtjes en een kwartier. Mevrouw wil nu al het huis uit. Het vliegveld is hier 20 minuten vandaan.
Ik moet 4 uurtjes met haar chillen op het vliegveld. Helemaal gek. Marokko, it was lit. Wij zitten met z'n tweetjes. In het vliegtuig. Ik ben helemaal gek geworden. Marokkanen maken alles zoveel moeilijker dan dat het hoort te zijn, heb ik het idee. Op vliegvelden. In ieder geval, wij zitten. Zwaar niet belicht hier, maar oké. Wij gaan nu lekker zitten. Kijk hoe ze hem vasthouden. Wat doen jullie dit? Was ik een dommerin. Zijn zo leuk. Heb ik ze gedaan? Nee, wij gaan lekker vliegen samen 3 uurtjes en dan zijn we in Nederland. En dan staat mijn moeder op ons te wachten. Mijn moeder heeft ons zojuist opgehaald. Ik ben alweer bijna thuis. Zo gek. Maar ik kan niet wachten om gewoon lekker te douchen. En gewoon lekker op de bank te hangen. Of niet, mama? Hallo, mama. Ik zoek iets douchen hier. Ik ben thuis. Ik ben zo blij dat ik weer thuis ben. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb allemaal pakketjes ontvangen. Waarvan ik er 3 heb opengemaakt. Ik denk misschien is dat toch wel even leuk om te laten zien. Het is echt heel gek, maar ik ben super moe. Hoe is dit? Ik ben echt heel moe. Ik vind altijd dat je van 3 uurtjes, 4 uurtjes rijden niet echt moe bent. Maar ja, aan de andere kant denk je, oh, het is eigenlijk de hele dag. Dus dan ben je eigenlijk super moe. Ik ga even beneden wat eten. Terwijl ik alles laat drogen. Dit zijn de pakketjes die ik alvast heb uitgepakt. Ik heb 2 geurtjes van Ted Baker ontvangen. Eentje genaamd Polly en de andere genaamd Mia. En ik heb Polly al geroken. En die ruikt echt heel lekker zoet meisjesachtig. Ik heb een paar dingen van Benefit ontvangen. Eén daarvan is deze Hoola Zero Tan Lines. Dit zorgt ervoor dat je zeg maar van die glowy benen hebt. Deze wil ik sowieso al heel graag uitproberen. En je hebt een applicator aan de bovenkant. Dus hier ben ik blij mee. Kan ik deze gekleurde benen van me een klein beetje behouden. Ik heb hun nieuwe mascara, Bad Gal, ontvangen. Ik heb hier best wel leuke verhalen over gehoord. Ik heb hun nieuwe kleur van die Precisely My Brow pencil ontvangen. En ik zeg je eerlijk, ik vind deze misschien zelfs fijner dan Anastasia Beverly Hills. Want ik gebruikte tijdens de vakantie de donkerdere kleur. En ik vond hem echt fijn. Ik heb mijn favoriete mascara ontvangen, de Roller Lash. Dit is echt mijn favoriet, maar ik ga deze wel uitproberen, want ik vind hun mascara's toch wel het fijnst. Ik heb weer een The Real mascara ontvangen, dus voorlopig heb ik genoeg mascara's. Hun Booing Concealer. Wat is dit? Dit is de Professional... Oh, dit is een matte Rescue Primer. Ik heb de Hoola Bronzer. Dit is ook echt een fave. Ik heb die van mij nog. En ik heb nog een Professional Pearl Primer ontvangen. Dus qua mascara's en wenkbrauwen kan ik er weer tegenaan. Deze vind ik echt leuk. En ik heb ook een PR pakketje ontvangen met hun nieuwe product. Namelijk zo'n Brow Contour Pro. En je hebt zeg maar 5 verschillende kleuren. En ik heb De donkerste zou te donker voor mij zijn. En ik heb er 4 ontvangen. Maar volgens mij is nummer 2 Brown Light. En Brown Medium zijn perfect voor mij. Maar dit doet me echt denken aan die oude pennen. Weet je wel, vroeger op school. Weet je wel, dat je zeg maar elke keer een kleur naar beneden kan brengen. En hier heb je dus een donkere kleur. Een wat lichtere kleur. Een highlighter. En een definer. Dus in principe zou je met zo'n pennetje heel je wenkbrauw kunnen doen. En ik ben hier echt benieuwd naar, want Benefit heeft echt goede brow shit. Dus dat is wel heel cute. En dat ben ik. Voor nu ga ik lekker de vlog afsluiten. Eigenlijk wil ik mijn wenkbrauw doen met een van die dingen. Maar ik heb net mijn gezicht gewassen en ik heb gedoucht. En dan heb ik geen zin om dat te doen. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Cause your girl is so tired. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Hey.